Non c'è tempo per nessuno, non c'è tempo né per te né per me. Eigenlijk de muziek van de voorstelling is nu een soms een commentaar, soms een grote, niet intermezzo, maar het is volgens mij het versterkt de scherpte van bepaalde momenten of laat juist bepaalde momenten ademen. En dat is wat voor mij de functie van de muziek in deze voorstelling is geworden. Dit is echt een vedel. Vedel is een Nederlands verschijnsel, volgens mij. Het is een soort van viola da gamba, maar dan of een beetje volks of weet je, meer antiek, oude muziek-achtig. En het speelt ongeveer als een cello, maar... Bijvoorbeeld. Dit is een hele... Dit is een melodie die terugkomt in de voorstelling op verschillende momenten, ook in verschillende vormen. En dan nog meer rare. Dit begon als een grap. Dit is een Chinese viool, maar ook weer op mijn manier gespeeld. Eén snaar in plaats van twee. En dit had ik tijdens een repetitie. En omdat ik vond het wel een interessante geluid, dat is wel iets bizar dit. Het is een heel kleine klankkast met een pythonvel erop. Dit heb ik ooit gekregen als cadeau, als een exotisch instrument. En tijdens de repetitie sta je gewoon zo dingen uit te proberen. En iedereen vond het wel een bijzonder geluid. Sorry. En dit is een raar ding. Ik weet niet eens hoe het heet. Ik heb het ooit gevonden in een winkel en vond het heel leuk. Het concept is een veer en een bel. En als je de bel stopt, doe je dit. En dit vond ik goed om te gebruiken even voor een soort van glockenspiel, toch? Weet je, die kleine, het is een scène die gaat over kinderen en over geweld tegen kinderen. En dus ik dacht, weet je, die speelgoeden die baby's hebben, die trek je gewoon zo en dan heb je al die belletjes. En dus komt zo'n slaaplied van... Sorry. Nou, dit is een loopmachine, dat is ook iets technisch en helemaal niet mooi om te zien. En als je doet... En die blijft er loopen, dus je blijft in een cirkel. En dan ga je erop een ander instrument spelen. Nou, dat was het. Dit is mijn cello. Het heet Fred. Zeg dag. Dat was dag van Fred.